Vandaag publiceren we dienstregeling 2019. Dat betekent dat we alle dienstregelingen, alle aangevraagde dienstregelingen voor alle vervoerders bij elkaar hebben geraapt eigenlijk. En daar maken wij elk jaar een dienstregeling van, en voor heel Nederland, vervoerders en reizigers. Nou ja, het is een heel groot project omdat het vrij ingewikkeld is. Het wordt steeds voller in Nederland. En het is een enorme puzzel elk jaar weer om alles te laten passen. Op de opstelterreinen hier waar je capaciteit moet verdelen. Maar het is ook precies uitkijken waar je welke trein op een station laat aankomen, welk perron. En of daar voldoende capaciteit is of reizigers voldoende overstaptijd hebben om de volgende treinen te halen. Dus het is een enorme puzzel. Het is elk jaar groot nieuws. Elk jaar worden wel dingen aangeweid. Maar ik denk dit jaar ook extra omdat we de grenzen van het netwerk aan het naderen zijn. En dat is nog niet morgen of overmorgen. En ook nog niet volgend jaar. We kunnen echt nog wel even vooruit met elkaar. Maar omdat als er iets veranderd moet worden in het spoor vaak vrij lange aanlooptijden nodig zijn, is het goed dat we daar aandacht voor vragen. En dat we daar ook in de toekomst echt meer geld voor nodig hebben met elkaar. We zitten nu in de plankamer voor het plannen van de jaardienst, zoals we het noemen. Dat is eigenlijk de dienstregeling 2019. Eigenlijk is de uitdaging ieder jaar, en dat zien we ook dit jaar nog sterker toenemen, dat vervoerders meer aanvragen dan dat we kunnen verdelen. We moeten kijken naar de toekomst. Als je ziet dat de trend is dat het spoor steeds voller wordt, zowel voor het rijden van de trein als voor het rangeren, dan moet je slimmer omgaan met wat je hebt. Dus we kijken en kunnen we meer capaciteit vrij krijgen door de sporen te bouwen, aan te leggen. Of kunnen we het bestaande spoor wat we hebben efficiënter gebruiken. En daar hebben we een aantal initiatieven voor. Eentje is nu het plannen in tienden van minuten, zoals dat heet. Dus dat je eigenlijk brokjes van 6 seconden krijgt in plaats van brokken van een hele minuut. En een ander initiatief is timetabling redesign. Wat het doet is behandelt goederen op een andere manier dan reizigersvervoer, omdat die een andere dynamiek heeft. Reizigersvervoer is wat voorspelbaarder en goederenvervoer wat meer ad hoc. En daarmee maak je efficiënter gebruik van je capaciteit. Ja, ik zie de toekomst wel positief tegemoet. Want ik denk dat heel veel mensen op heel veel verschillende niveaus en ook heel verschillende organisaties met dit vraagstuk bezig zijn. Als je dat de komende jaren vasthoudt met elkaar, samen dit soort vraagstukken beantwoorden, daar heb ik wel alle vertrouwen in dat het nog wel gaat lukken. En dat we ook wel weer tot nieuwe oplossingen komen.